ook jij wordt soms wel eens verleid door fake news. En zeker in een periode als deze coronamaatregelen, waar dat zoveel onduidelijk en onzeker is. We zitten met tal van vragen. Wanneer mogen we nu eindelijk terug uit ons kot? Hoe zit dat met die mondmaskertjes? Zijn er wel genoeg? En wanneer mag ik eindelijk terug naar de kapper? Het is nodig. Al die vragen, daar willen we antwoorden op. En als we op zoek zijn naar antwoorden, ja, dan staan we misschien open voor valse antwoorden. Fake news, geruchten, complottheorieën. Zolang ze maar een antwoord geven op die vragen die we hebben. Ook mensen met minder goede bedoelingen, die beseffen dat. Zij weten dat als jij je onzeker voelt, dat je makkelijker te manipuleren bent. En daarvoor gebruiken ze 4 technieken. Propagandatechnieken noemen we die. Het zijn ingewikkelde tijden, hè. Waar komt dat virus zo plots vandaan? En waarom die maatregelen? Waarom verandert dat om de haverklap? Kan het nu niet eens gewoon simpel zijn? Een simpel antwoord, want dat willen we. En als dan iemand met een simpel antwoord komt, het is allemaal de schuld van de kapitalisten. Of die grenzen toe en hup, dat virus stopt. Ja, dat lijkt toch mooi, niet? Te mooi om waar te zijn? We zijn beperkt in wat we mogen en wat we kunnen. Hè. Ja, enerzijds, we willen gezond blijven. Maar anderzijds, we willen ook zo snel mogelijk uit ons kot. Een keer samen naar de voetbal, gewoon bij vrienden een barbecue gaan doen. En een goede communicator, een goede manipulator, die zal dat gebruiken. Die weet, jij hebt die dingen nodig. En die zal dat gebruiken voor zichzelf, voor zijn eigen gewin. Als gelovige mag je nu niet gaan bidden. Toch niet in groep. Dus als er een geleerde is die zegt, wat, dat is een strijd met de wet van God, dan klinkt dat wel aantrekkelijk. En als er ergens een president is die zegt, geen nood, wij zorgen snel voor een medicijn, dan weet je dat dat misschien niet volledig waar is, maar je hoopt toch. Want dat is wat we nu nodig hebben. Gezondheid voor iedereen. Wat is eigenlijk de schuld van al deze ellende? Wie is de schuld van al deze ellende? Ja, dat zal nog wel een tijdje duren voordat we het weten. Waarschijnlijk jaren of zo. Maar er zijn wel al een aantal politieke leiders, een aantal religieuze leiders die het nu denken te weten. Ze zeggen, ja, het is een straf voor China omdat ze hun minderheden slecht behandelen. Of anderen zeggen, ja, China probeert de rest van de wereld eigenlijk allemaal ziek te maken. Of nog anderen, het zijn de vluchtelingen die iedereen en overal besmetten. Al die opties, dat houdt natuurlijk weinig steek. Maar ze versterken wel een bepaalde politieke boodschap. Ken je dat? Je zit in een ruzie met je vriend of je vriendin, dan ben je eigenlijk niet echt voor reden vatbaar. Al die goede argumenten, die doen er eigenlijk niet toe. En dat weten reclamemakers, politici, extremisten, die weten dat ook. Dus ze gaan je eerst proberen bang maken. Pas op, die open grenzen. Of een schuldgevoel geven. Het is de schuld van jouw zonden. En dan daarna gaan ze hun boodschap, hup, eronder doorschuiven. Lees je ergens een tweet, zie een meme, zie een video en daardoor voel je je extreem verdrietig of extreem boos? Of ja, lijken de oplossingen daarin veel te simpel? Of is er één groep die van alles wordt beschuldigd? Dan is de kans groot dat die boodschap jou probeert te manipuleren, jou probeert te verleiden. Daarom, overloop eens of dat één van die 4 propagandatechnieken, waar we het net over gehad hebben, gebruikt wordt in die boodschap. En ga eens gaan kijken in andere nieuwsmedia wat dat zij zeggen. Is hetzelfde of iets helemaal anders? En als je het dan nog niet helemaal weet, ga eens naar vrienden of familie en vraag het aan hen. Samen worden jullie er misschien wel wijzer van.